een thuisworkout filmen. Zoals je ziet zijn we in onze huiskamer. Dus die gaan we even opzij zetten allemaal, met spulletjes. We hebben vandaag een stoel nodig. Dus die hebben we hier, die laat goed staan. Jesse begint met de warming-up. Dus we gaan beginnen met jumping jacks, dat doen we 30 seconden. Dus je kan je telefoon erbij houden als een stopwatch. Dus de eerste oefening, laat je zien, kijk maar, jumping jack. Komt ie, oké. Dus doen we 30 seconden. Na die 30 seconden ga je gelijk over naar mountain climbers. Kijk maar, dat is 30. En de knieën gaan we voor. Deze ronde doen we 2 keer. Met 30 seconden pauze ertussen. Yes. Daarna gaan we naar de split squat. Dus één voet gaat op de stoel. We gaan rechtop staan en we gaan zakken. Dan doen we 30 seconden aan de ene kant en 30 seconden aan de andere kant. Stel dat dit te zwaar is, dan kan je ook gewoon een normale lunge uitvoeren. Dus op de grond. En dan wissel je ook weer naar 30 seconden van been. Yes. Voor de volgende oefening hebben we een push-up. We beginnen even op de grond. Een gewone push-up, breed, omhoog en naar beneden. Ja, we gaan nu van breed naar het midden naar small. Dus we hebben er 3 achter elkaar. En dan small. Dus we handen bijna tegen elkaar aan. En dan doen we 30 seconden achter elkaar. Dus breed, midden, small. Breed, midden, small. Achter elkaar. Stel dat dit te zwaar is, dan kan je ook uitvoeren op je knieën. Kijk, dus handen breed, dan gaan we naar het midden. En dan hebben we small. Nou, dan hebben we ook nog een gevorderde oefening. Dat doen we vanaf de bank. Dus je zet je voet op de bank, schuin naar beneden. Ja, handen naar boven. Ja, okay. Ook weer breed, midden en smal. Achter elkaar, breed, midden, smal. En dit doen we weer 2 rondes van 30 seconden. Makkie. Daarna hebben we een flesje water nodig, die we dus niet hebben. Die gaan we even aanpakken. Yes. We beginnen met een frontrace, dat doen we 30 seconden achter elkaar. Dus we doen kleine stukjes. Na die 30 seconden doen we een sidrace. En na die 30 seconden gaan we draaien. Maak maar cirkeltjes. Dus dat is 1,5 minuut. Dan heb je een minuut pauze ertussen. En dan doen we hem nog een keer. Dus 2 hele rondes. Met diezelfde flesjes gaan we deadliften nu. Dus je knieën gaan licht gebogen, proberen het met de bijna gestrekte benen en dan gaan we zakken naar beneden. En weer omhoog. Ook dat doen we 30 seconden achter elkaar. Blijf doorgaan. Die doen we in combinatie met een hyperextensie op de grond. Dus na 30 seconden ga je naar beneden en kom je omhoog. Kijk. Perfect. Dan hebben we nog een laatste stukje. We hebben 3 oefeningen. We beginnen met knee lifts. Je springt de lucht in, met de knieën omhoog tegelijk. Kijk maar, je staat even voor doen. Dat is de eerste oefening. Ja, de tweede oefening is een burpee. Dus raak ik me vol aan, want Jesse is erg groot. En naar beneden. En de derde oefening zijn sprints. Kijk maar, komt ie. Die doen we nu achter elkaar. Dus we gaan beginnen met knee lifts. 30 seconden, burpees en sprints. Hallo? Was dat voor ons? Helemaal goed. Woef, woef.